Nou, wij zijn nu in Apkoude, het dorp waar wij zijn opgegroeid. Dit is namelijk mijn zusje, Melody. Hi. En vandaag gaan we een hele leuke, bijzondere hond bezoeken. Namelijk onze hond, Boeddha. Hey! 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 Oh, we zijn helemaal enthousiast, maar ik krijg het niet in kokhalzen. Oh no! Oh nee, dat is heel zielig. We hebben hem enthousiast gemaakt. Nou, dit is Boeddha. Hallo. Dit is onze kleine vriend. No. Het is een mannetje. Hij is hier vaak dus in de winkel van mijn moeder. En dan komen er ook gewoon klanten. En die nemen hem dan mee, omdat ze willen lopen of zo. Dan hopen we maar dat hij terugkomt. Maar dat komt hij uiteindelijk wel. Maar hij is echt super makkelijk en gezellig. En, leg even uit hoe Boeddha in ons leven is gekomen. Boeddha is in ons leven gekomen 9 jaar geleden toen ik voornamelijk getroost moest worden. 9 jaar geleden is mijn vriendje overleden en wij wilden heel graag een hond, sowieso. Maar wij mochten nooit een hond. Dat mocht niet, toen woonden we nog thuis. Toen woonden we nog thuis, omdat zogenaamd mama allergisch was voor honden. Dat is volgens mij altijd een fabeltje geweest. Maar dat was in ieder geval een goede reden om een hondje te kopen. En toen hebben ze stiekem Boeddha gekocht. Toen weet ik nog wel, stond er een hele grote doos. En toen was van, ja, Mel is een pakketje voor je bezorgd, ga even kijken. Nou, dat is zo'n kleine, maar dat was echt zo'n bolletje wol. Het was echt zo'n klein watje. Zo heel klein en die helemaal druk. Nou, het was echt superleuk. Ook als we hier binnenkomen, dan is mama altijd een beetje beledigd. Want dan zegt ze altijd, jullie duiken altijd op Boeddha. En jullie moeder zegt je als laatste dag. Dat is wel echt waar. Maar ja, ik wil kijken hoe schattig hij is. Met heel veel haar en gezellig en één oog. En dat komt omdat hij met een hondje ging spelen. Hij is in principe heel erg goed met andere honden. Maar het ging toen even mis, want die hond heeft hem toen één beet gegeven eigenlijk. Maar te hard en in zijn hoofd en zijn oog hing er echt half uit. Ik heb echt met 220 km per uur naar de dierenkliniek gereden. En dat oog was niet meer te redden, dus nu is hij de one-eyed Boeddha. Oké, dit is leuk. Boeddha heeft één beste vriend en die hond heet Dimple. Die is van mijn schoonzus en dat is een rescue dog. En het is beste vriendjes geworden met Boeddha. Vindt Boeddha, maar Dimple vindt Boeddha soms een beetje irritant. Maar hij staat voor de deur, dus Boeddha! Hey, kijk Dimple! Oh, hij is zo blij, kijk dat staartje aan. Dimple die kan best wel kunstjes en Boeddha niet. Dimple doet hele dansen zelfs, dus hij gaat bijna flikvlakken door de ruimte. Oh. 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 Boeddha, ga jij ook eens? Wat wij soms doen met Boeddha, dat zijn heel veel verschillende spelletjes. En dat is waaronder het klassieke spel knuffel gooien en dan haalt hij hem en dan krijg je hem niet meer terug. Oh, weer Dimple. Boeddha, Dimple. Ja, kijk nou. Kijk Boeddha, pak. Kijk, dit doen we toch ook altijd. Pak. Ah! Boeddha, pak nou, is jouw knuffel. Je knuffel wordt nu verscheurd door Dimple. Nee. Boeddha is heel makkelijk, een beetje een watje, een beetje een poesje over. Oké, misschien het spel verstoppertje, misschien hebben we daarmee meer geluk nu. We gaan het verstoppen. Je weet wat je moet doen. Ga zoek, ga zoek, ga zoek. Heel leuk, wordt hij gek? Boeddha, Boeddha. Ga zoek. Waar is ze dan? Boeddha, ja! Ja! Dat spelletje vindt hij altijd heel leuk. De Christmas outfit. Mel, weet jij waar die truien liggen? Tadaa! Wij zijn er klaar voor. Nou, we wensen jullie en alle dieren natuurlijk hele fijne feestdagen.